Ja, het was natuurlijk lachen gisteren. Lodewijk Asscher die te laat kwam om voor zijn eigen motie te stemmen. Maar hij kan zich troosten met de gedachte dat er sowieso geen meerderheid te vinden was voor het beter betalen van zorgpersoneel. Ze hadden al applaus gehad. En het eerste vaatje nieuwe haring is aangeboden aan alle medewerkers van het Erasmus MC. Wat ik nogal cru vond, want haring met uitjes naar binnen laten glijden en dan weer in een mondkapje moeten ademen, komt dichter bij marteling dan iets anders. Al kan ik me wel voorstellen dat in het klimaat dat in zo'n mondkapje ontstaat, zelfs het coronavirus het loodje legt. En het is een uitstekende manier om anderhalve meter afstand te garanderen natuurlijk. Maar terug naar de kern. Ook na 3 keer stemmen werd de motie van Asscher en Marijnissen niet aangenomen. Het was niet eens een heel concreet voorstel. Er werd niks geëist. De regering werd verzocht met een plan te komen voor een structurele waardering voor zorgverleners. De vaagheid en vrijblijvendheid spatten ervan af. In die zin mogen zowel het kabinet als de oppositie zich schamen dat er na al die maanden vol grote woorden over onze zorghelden niks beters kwam dan een intentieverklaring die ook nog afgeschoten werd. Nou vond ik die grote woorden eerlijk gezegd soms ook een beetje overtrokken. Over de zorghelden die als soldaten de strijd in de frontlinie vochten. Waar die hang naar oorlogsretoriek toch altijd vandaan komt, weet ik niet. Maar als we de Tweede Wereldoorlog hadden geprobeerd te winnen door thuis te blijven en in onze elleboog te hoesten, was deze column volledig in het Duits geweest. Ik zeg niet dat er niet keihard gewerkt is in de ziekenhuizen en verpleeghuizen en in de thuiszorg door mensen die soms hun eigen gezondheid in gevaar brachten om anderen te helpen. Maar het was meer hozen dan vechten. Als je die oorlogsmetafoor dan toch wil gebruiken, dan zijn de mensen in de laboratoria bezig het daadwerkelijke virus te bestrijden, terwijl het zorgpersoneel alleen maar uit alle macht probeert voor de slachtoffers te zorgen in de hoop zelf niet gewond te raken. De juiste metafoor is dus dat het zorgpersoneel in deze oorlog eigenlijk nog het meest lijkt op zorgpersoneel. Misschien is het ook maar goed dat die motie er niet door is gekomen. Het had namelijk zomaar de suggestie kunnen wekken dat de boel was opgelost. Beetje salaris erbij voor de verpleging en de zorg is weer gefixt. Ik heb toch het idee dat het probleem eigenlijk een tandje dieper zit. De toezichthouder op de zorg, de Nederlandse Zorgautoriteit, concludeerde deze week nog dat de zorg te veel een verdienmodel is geworden. Omdat zorgverleners alleen per duidelijk meetbare en registreerbare handeling betaald krijgen, voeren ze zoveel mogelijk duidelijk meetbare en registreerbare handelingen uit. Je verwacht het niet. Gelukkig ziet de NZA nog mogelijkheden om de kosten te drukken. Er moet meer digitaal gewerkt worden door bijvoorbeeld huisartsen en psychiaters. Van de handelingen die de afgelopen maanden zijn uitgesteld, moeten we nog maar eens kijken of ze echt wel nodig zijn. En verzekeraars moeten worden geprikkeld efficiënter zorg in te kopen. Wat ze daarmee bedoelen is dat je de verzekeraar straks nog harder op je knieën moet smeken of je de psychiater mag zien. Dat je voor een knieoperatie eerst moet aantonen dat het echt niet gewoon hinkelend op het andere been gaat. Dat je als zorgverlener een nog schandaliger contract onder je neus krijgt omdat de verzekeraar nu eenmaal efficiënt moet inkopen. En dat de huisarts voortaan de telefoon moet opnemen met goedemorgen, is het echt wel nodig dat u belt? Hang op voor nee, overleg thuis bij twijfel en bel volgende week nog maar eens terug als het ja is. Misschien moeten we ons nog even afvragen waarom we al die zorgmedewerkers ook weer helden vonden. Was dat omdat ze zo efficiënt zorg leverden zonder buitensporige kosten in duidelijk meetbare verrichtingen? Was dat vanwege hun doelmatigheid bij het omdraaien van patiënten aan de beademing? Vanwege hun kostenefficiënte manier van medicatie toedienen? Of was dat juist vanwege alle dingen die niet in hun contract staan, zoals het veel te lange dagen maken, het proberen de boel zo menselijk mogelijk te houden in die maandpakken, hun persoonlijke aandacht en het vasthouden van de iPad om patiënten toch even naar huis te laten bellen? Zomaar een ideetje. Nu betalen we mensen in de zorg om efficiënt te werken en krijgen ze applaus als ze dat ook nog op een menselijke manier voor elkaar krijgen. Misschien kunnen we dat omdraaien. Ze krijgen betaald om met al hun kennis en ervaring naar eigen inzicht gewoon hun werk te doen. En als ze dat ook nog eens kostenefficiënt kunnen, krijgen ze een welverdiend applausje. En voor wie de woorden doelmatig, financiële prikkels en efficiënt zorg inkopen ooit nog in een ziekenhuis durft te gebruiken, stel ik voor een heel vaatje haringhappen. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu.